Hallo, ben jij Anse? Ja, goedemorgen, Anse. Je hebt ons een mailtje gestuurd, want wij gaan... Ik ga dit al aan jou geven, zeg, de microfoon. Anse, jij hebt ons een mailtje gestuurd, want jij wilt graag de collega's verrassen, hè? Ja, klopt. Vertel eens waarom. Wij hebben deze zomer honderden kinderen en jongeren in Antwerpen een leuke zomer gegeven. En de zomer loopt nu op zijn eind. We hebben een heel nieuw team, dus super moeilijk geweest. En we hebben het keigoed gedaan. Dus ik wil ze graag bedanken. Dan gaan we die zomer feestelijk afsluiten, denk ik. Keigoed. Goedemorgen allemaal. Hallo. Wij komen jullie verrassen met een lekker taartje. Ik heb gehoord dat jullie een heel drukke zomer hebben gehad met speelpleinen en kampen. Dat dat toch niet zo gemakkelijk was. Dus we gaan hier trakteren met taart om de zomer goed af te sluiten. Wat denken jullie? Ja, kei toffe verrassing toch? Super, super lief. Dat had niemand van ons zien aankomen, denk ik. Ik denk dat we hier allemaal gewoon aan het werken waren. Focus op die laatste dagen van de zomer. En dan ineens... een taart onder ons. En dat lusten wij ook supergraag. Gekko, voor de mensen die dat niet kennen, wat is dat eigenlijk precies? We zijn een jeugdwerkorganisatie, dus wij organiseren kampen en speelpleinen over heel Antwerpen. Dus honderden kinderen en jongeren hebben een leuke zomer gehad, dankzij onze vrijwilligers. Hoe kijk je terug op afgelopen zomer? Het was wel heel druk, maar het is wel fijn om dan iedereen met blij gezichten naar huis te zien gaan en te zien dat toch alles gelukt is, ondanks de beperkingen waar we rekening mee moeten houden. Wat zijn de vooruitzichten voor komende maanden met Gekko? Ja, we hebben 2 weken collectief verlof om de drukke zomer een beetje achter ons te laten. En dan na die 2 weken gaan we op teamweek naar de zee. Oh. Dus daar kijk ik enorm hard naar uit. En dan ook om met alle nieuwe collega's en het hele team te bekijken hoe gaan we de zomer evalueren en zeker hoe gaan we in de toekomst dat nog beter doen of hoe gaan we er samen een nieuw verhaal van maken. Absoluut. Ik zou zeggen, geniet van die lekkere taart en nog heel veel succes bij Gekko. Dank u wel. Alsjeblieft.